Minister Prahlad Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat het nodig is om bij groentenexporteurs een vinger aan de pols te houden als het gaat om de exportregels. Seudin, die woensdag reageerde op vragen van reporters, merkte op te willen voorkomen dat de Europese Unie weer groentesoorten van de exportlijsten schrapt, zoals 2 jaar geleden het geval was. We hebben inderdaad in 2021, in juni in dat jaar hadden wij de export van 4 producten verboden, omdat die te veel notificaties met zich meebrachten. In oktober in dat jaar hebben wij het weer vrijgegeven. Toen ging het een hele poos goed. En ik moet zeggen dat onlangs, vorige maand, er weer een stijgende lijn is in die notificaties. De diensten hebben wij allemaal bij elkaar geroepen. We hebben nu nauw contact met de exporteurs. We hebben ze gezegd van luister, als je huiswerk niet maakt, dan zullen we genoodzaakt zijn om weer een aantal gewassen van de lijst weg te halen. Voordat EU dat voor ons doet. Want dan ben je weg. Nu hebben we de vrijheid om dat te doen, maar zelf weer die gewassen op de lijst te plaatsen. En nu zie je weer een verbetering. Dus je moet zo te zien continu een vinger op de pols houden. Seudin merkt verder op geen rapportage te hebben gekregen over groenten die mogelijk worden weggegooid op de Jeapenge luchthaven. De bewindsman zegt dat hij tot zover weet dat groenten afhankelijk van de gevraagde hoeveelheid worden klaargezet voor de export.